John Heitinga staat sinds eind januari als hoofdtrainer voor de groep bij Ajax 1. Nu, 2 maanden later, kijken we met hem terug op zijn eerste weken. Het is natuurlijk voor mij een groep die je niet heel goed kent. Een aantal spelers ken je wel heel goed. Maar ja, in die groep heb je natuurlijk ook te maken met irritatie, frustraties. 7 wedstrijden op rij niet gewonnen. Je gaat eigenlijk van de staf van Jong, waar je 1,5 jaar mee samenwerkt. Waarin je ook gezamenlijk iets hebt neergezet, stap je eigenlijk binnen. En je hebt te maken met een nieuwe omgeving in die zin van nieuwe stafleden. Dus voor mij was het direct al richting de spelersgroep ook van we moeten het gezamenlijk doen. En daarin heeft iedereen zijn sterktes en zijn zwaktes. Maar 1 ding is belangrijk, er moet gewoon gewonnen worden. En we moeten vertrouwen terugkrijgen in die groep. En het gaat om presteren. Daarin, vanaf het eerste moment wel aangegeven hoe ik erover nadenk. Hoe ik wil dat er getraind wordt. Doe je veel op gevoel? Wat denk je wat de groep nodig hebt? Nou, voor mij belangrijk, ga je ook terug naar zelf, hoe je als speler was. Je hebt natuurlijk, ik heb best wel wat trainers gehad. En daarin probeer je alle informatie te verzamelen. En dan kijk je naar de groep. En dan probeer je ook zo snel mogelijk in de relatie te komen met de spelers. Van welke oud-trainer heb je het meest opgestoken wat je de afgelopen periode gebruikt hebt? Of in die beginperiode? Ja, het zijn verschillende. Kijk, ik kwam zelf bij Ajax in de begin jaren 90. En toen was Ko Adriaanse nog de hoofdjeugdopleidingen. En Louis van Gaal was de hoofdtrainer. Nou, daar stond de discipline stond altijd centraal. Gewoon normaal gedrag, gewoon eerst hard werken. Het maximale uit jezelf halen. Dus zorg ook dat je hier naartoe komt om elke dag weer een betere versie van jezelf te creëren. Ja, dat zijn allemaal waar ik elke keer mee geconfronteerd werd op hele jonge leeftijd. Ja, dat is iets wat in mijn systeem zit. Vanaf het moment dat Heitinga als hoofdtrainer voor de groep staat, begint het te lopen en worden veel wedstrijden overtuigend gewonnen. Toch blijft de trainer zelf bescheiden over zijn eigen inbreng. Hier en daar moet je ook wat geluk hebben. Maar er zit genoeg kwaliteit in deze groep. En we weten ook dat als je wint en daarin heb je een aantal spelers heb je nodig. Een aantal sleutelfiguren heb je nodig. Je hebt spelers die het verschil kunnen maken. En het is natuurlijk lekker als je achter elkaar blijft winnen. En het is natuurlijk ook dat je dan ziet dat dat op een gegeven moment dat je steeds dichterbij komt. Ja, dat is nu een fase waarin je weet dat je nu weer opnieuw moet beginnen. En, gezien het programma hebben we natuurlijk een pittig programma. Dat weten we, maar we zullen de hoop nooit opgeven. Een van de uitblinkers van de laatste maanden is Mohamed Kudus. De Ghanese lijkt met de week beter te worden en is onder Heitinga uitgegroeid tot een onomstreden basisspeler. Ja, dat Mohamed kan voetballen, dat zien we allemaal. Ik denk dat het belangrijkste is en dat is voor iedereen. Vertrouwen. Ik denk dat op het moment dat er gewoon duidelijkheid is en Mohamed die kan het verschil maken. Zowel aan de bal als zonder bal, maar vooral aan de bal. Dan denk ik ook dat mensen daarvoor naar het stadion komen. Het is een jongen die toch wel het publiek vermaakt. Dat is natuurlijk met een bepaalde bravoure. Die kan een man heel makkelijk passeren en uitspelen, maar die doet ook dingen met een bal. Ja, bedenk het. Maar hij bedenkt en het voert het ook nog uit. Ja, ik denk dat niet alleen Mohamed, maar het is een speler waarin je als liefhebber graag naar kijkt. Ze mogen die paal wel even controleren, want dat doel staat wankel met deze ram van Kudus. Het is een jongen die het maximale uit zijn carrière wil halen. En, het is een trotse jongen. Het is een jongen die graag zijn voetjes laat spreken. En dat zie je. Het is niet een hele grote prater. Maar het is wel een jongen die, als je ziet dat als Mo gaat lachen, dan weet je dat het goed zit. Naast Kudus is ook Tadić sinds de komst van Heitinga bezig aan een sterke periode. Niet meer als linksbuiten, maar in de punt van de aanval. Ik heb aangegeven waarin ik denk wat de beste positie voor hem is en voor de ploeg. Ik denk dat Dusan iedereen wil laten zien wat zijn meerwaarde is. En daarin ga je het gesprek aan. Het eerste gesprek was ook een van de eerste gesprekken dat ik met hem gezeten heb en ook heb aangegeven. Dusan, ik heb jou in de Champions League zien spelen in de spits. Daar was ik aardig van onder de indruk. Als ik ga kijken naar de spelers die ik tot mijn beschikking heb, dan heb ik te maken met Stevie Bergwijn. Die zie ik als linksbuiten.
gaan we een aantal wedstrijden achter elkaar spelen. Zorg dat je weer in vorm raakt, zorg dat je je bijdrage gaat leveren. En zo ben je constant bezig. En op het moment dat Dusan in de spits staat en voor Brian nu ook, als hij erin komt als invaller, ja, dan moet het in principe een win-win situatie zijn. Of je nou voor staat of achter staat, met Brian moet in principe met de wapens die hij heeft, moet hij altijd verschil kunnen maken. En ja, uiteindelijk moet hij ervoor zorgen dat hij de slag wint van zijn concurrent. En dat is het mooie van topsport. Je hebt bijna op elke positie, normaal gesproken, heb je een dubbel bezet. Ja, dan kan er maar één spelen. En dan kan je denken van, ja, ik moet spelen. Maar je kan het ook, wat ik net aangaf, gebruiken als motivatie en zorgen dat je... Laat het maar zien. Laat het maar zien. En dat geldt voor alle spelers. Met nog 8 wedstrijden te spelen heeft Ajax het kampioenschap niet meer in eigen hand. Toch houdt Heitinga vertrouwen in een goede afloop van het seizoen. Het belangrijkste is dat wij onze eigen wedstrijden gaan winnen. Wat ik zeg, we hebben een pittig programma. Maar ik ben een vechter, dat zijn we allemaal. We zullen nooit opgeven. En we moeten zorgen dat je uiteindelijk volgend jaar op het hoogste podium komt te spelen. En dat is wat wij voor onszelf moeten doen. En dat is nu eerst weer richting Go Ahead Eagles. En wat ik al zei toen ik kwam, we gaan van wedstrijd tot wedstrijd. En dat verandert niet. Ik denk het verleden wel heeft aangetoond dat er zeker in zo'n slot van een competitie dat de meest gekke en krankzinnige wedstrijden zijn geweest. Met uiteindelijk ook daarin een kampioen uiteindelijk soms wel bij de laatste speeldag. Wat niet iedereen verwacht had, maar toch gebeurt. En daarom zeg ik, de hoop moet je hebben. En dat moeten we ook uitstralen. En wij zullen gewoon eerst onze eigen wedstrijden moeten winnen. Dan zien we wel over 8 wedstrijden hoe we ervoor staan en hoe uiteindelijk... En wie de kampioen is en degene die dan op dat moment kampioen is, is ook gewoon in mijn ogen de terechte kampioen.